Het is net zo gezellig. Huppa! Quella stasera, baby, a go go go. For us we'll made it see fuss of it too. If you ever gonna kiss me, it had better be tonight. While the manito rain and stars are bright. If you're anything to tell me, it had better be tonight. Or somebody else may tell me, it might make me feel just right. Go, go. For us we'll make it seem possible too. If you ever gonna hold me, it had better be tonight. Or somebody else. Go, go, go. Or else we'll make it seem impossible too. For this poor Americana who knows little of your speech, be a Nazi tonight. Hey, esta sera, baby, I go, go, go. Or else we'll need it seem fine. Who knows? Thank you. Ik geef graag het woord weer aan de band. Oké, goedenavond kijkers. Er heeft weer iemand opgetreden. Het spektakel is nog steeds aan de gang. Het is een uur of, nou wat zal het zijn, 8:15. En ik heb hier naast me staan iemand van de band die nu opgetreden heeft. Ik ga hem even naar zijn naam vragen. Hallo, wat is uw naam? Adriano. Adriano. Oké. En hoe lang speelt u al met de band samen? Nee, ik speel helemaal niet met de band. Ik zing alleen solo. Solo? Ja, ja. En ik... Oh, solo. Sorry, solo. Maakt niet uit. En ik doe dat al een kleine 40 jaar. En allemaal muziek die geënt is op 50er jaren. Laten we maar zeggen wat vroeger Frank Sinatra was. En wat nu Michael Bublé is. Allemaal big band muziek. En dat is voor mij... de ultieme muziek en die doe ik graag. En het past leuk tussen alle andere soorten muziek die al 2 dagen hier aan de gang zijn. Oh ja, ja, dat is waar. Waar treedt u ook al zo op? Nou, eigenlijk door het hele land. Landelijk ook? Ja, landelijk. Als er feestjes zijn, partijen zijn, openingen. Over een anderhalf maand sta ik in Ahoy op een grote beurs bijvoorbeeld. En dat, dat zijn allemaal leuke optredens. Ik heb nog meegedaan een halfjaartje geleden aan het Vlaardingen Songfestival. Ben ik 2e geworden. Hanna May, die gisteravond op. Oh, te gek. Geworden. Ja, was heel leuk. Het was een leuke ervaring. En normaal ben ik niet zo van de songfestivals, maar dit was een hele prettige dag, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ja, ja, hartstikke leuk. Oké. Okay. Oh ja, en tenslotte heeft u een website? Nee, ik heb geen website. Ik doe alles. Oh, jammer. Helaas. Maar ik doe alles via contact en kaartjes. En dat werkt goed, moet ik zeggen. Ja.
Ja, ja, die hebben dan wel weer... Het soort muziek wat ik doe, is vaak van als ze iemand ergens horen, dan gaan ze bellen of vragen. Want dit soort muziek is niet voor zo'n heel groot publiek, maar het is een leuk soort muziek. Voor dansavonden en noem maar op. Ja, er komt een speciaal publiek op af, hè, die daar altijd van houdt. Ja, ja, een beetje, ja, een beetje jazz is wel leuk, hè? Ja, heel goed, heel goed. Ja, klopt, klopt. Ja, hou ik ook wel van. Vind ik wel leuke muziek. Ja, fantastisch. Nou, mag je hartelijk danken voor deze interview. En nog heel veel succes. Dankjewel. Nog veel speeljaren. Ja, ga ik zeker. Zingjaren bedoel ja, ik. Ja, oké. Okay. Ja, speeljaren. Dat maakt niet uit. Oké. Okay. Bedankt voor het interview en dat de rest van de avond nog maar een goede afwikkeling mag hebben. Ja, oké. Okay. Ik dank u ook. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Okay. Dag. One, two.